De jas van iemand die net is opgepakt voor een plofkraak. Als ze die bij het NFI nog eens even goed uitkloppen, komt daar nog van alles uitvallen. Ook een heleboel rommel. En de kunst is dan om daaruit uiteindelijk de glasdeeltjes veilig te stellen. Want glasdeeltjes blijven ongelooflijk lang zitten. In kleding, op hamers, onder schoenzolen. Ook al zijn ze met het blote oog vaak niet te zien. En elke splinter is te herleiden naar een specifieke ruit, omdat glas een eigen soort DNA heeft. De grondstoffen variëren, er zitten verontreinigingen in, die variëren in de tijd. En ook in de productie ontstaan er kleine variaties in samenstelling. En de kans dat je toevallig zo'n overeenkomst vindt, die is zeg maar kleiner dan 1 op 1000. Hoe klein de splinter ook, tussen al het stof en zand krijgt het NFI die glassplinter eruit. En ze maken er een profiel van. Nou, hier op deze plaats wordt het materiaal met een hele smalle UV-laser beschoten. Het materiaal komt daarbij vrij als een mist van hele kleine materiaaldeeltjes. Die worden met een gasstroom vervolgens verder getransporteerd in het apparaat. En hier in het apparaat bevindt zich een plasma. Dat is een heel heet, 8000 graden. Dezelfde temperatuur als het oppervlak van de zon. Het materiaal valt dan helemaal uiteen in de kleinste eenheden, atomen en ionen. En op die manier krijg je dus je chemische vingerafdruk van je materiaal. En zo is van elke glasplinter dus precies na te gaan welke atomen erin zitten. En dat past dan bij één specifieke ruit. In de databank zijn in eerste instantie glasresten van plofkraken en overvallen op juweliers verzameld. Omdat die daders vaak meer keer toeslaan. Nu kunnen nieuwe boeven misschien nog aan oude zaken worden gelinkt. En is dat in die 2 jaar proefdraaien ook gelukt? In dit geval, in deze testfase, hebben we in 3 gevallen linken kunnen maken van een verdachte met eerdere rammen plofkraken die waren opgetreden. In de databank zitten nu 150 monsters van ongeveer 50 zaken. Het NFI hoopt dat het verzamelen van glasplinters standaard wordt tijdens het sporenonderzoek van de politie.